এখানে বাড়িতে আত্মীয় স্বজন আছে বলতে পারে Er is een hele boten weer neergebouwd, dat heißt een punter. En heutzutage ook grotere boten weer neergemaakt. Als voor deze kruisvaartboot is neergemaakt. En sommige wat nieuwer dan andere. En die punters worden van Franse eikenhout gemaakt op de traditionele manier. So they make it a traditional way. Handmade from oak wood. So halse boten, dat is met die handen gebouwd hier. The front was for the family. So the family part was very small. So een kamelendag heißt het. Alleen die voorzijde is er wel voor die familie op die achterzijde dahinter. Das war für die Kuhstallung die Höhlagerung. Und das kleine weiße Haus mit dem Dach mit Ziegeln, das war ein Haus, um ihn zu kochen. Gegen das Feuergefahr von Kochen in ein Haus mit einem Strohdach. So the small house we see on the left hand side near the barnyard, this was a house they used for cooking in. And it was much safer to cook in a little house with a roof of tiles than to cook in a house with a thatched roof. Dus dat kleine huisje, dat was een bakhuis. En iedereen had in een bakhuis en daarin werd gekookt en gestookt. Tegen het brandgevaar van koken in het huis met het rieten dak. En het was hier dus een arme boerengemeenschap eigenlijk.